We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. S'avonds zal het overwegend droog zijn boven ons gebied. Tegen het einde van de nacht ontstaat er plaatselijk nevel of mist, vooral in bosrijke gebieden. Morgen gedurende de dag zullen af en toe lichte tot lokaal matige buien vallen. Deze buien kunnen gepaard gaan met onweer en lokaal windstoten, zowel in het kustgebied als in het binnenland. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen het lokaal kan onweren met mogelijke windstoten.